Welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. In deze uitzending gaan we voorbeschouwen op de bekerwedstrijd Streefkerk VWSC en blikken we terug op de bekerwedstrijd van afgelopen zaterdag tussen LSC en tweede klasse SV Nieuw Utrecht. In deze wedstrijd werd er maar liefst 12 keer gescoord, waarvan LSC er 8 maakte. Wij laten in deze uitzending nog enkele doelpunten zien. De bekerwedstrijd Streefkerk VWSC zal ook in het teken staan van het in gebruik nemen van het nieuwe kunstgrasveld en de overige gerenoveerde opstallen. Streefkerk is een vereniging die altijd in beweging is, zowel op het voetbalgebied als het renoveren van de accommodatie. Maar dit gebeurt bij vele verenigingen in de Oude Zwart. Dankzij vele vrijwilligers heeft ook de accommodatie van Ameide een opknapbeurt gehad. En bij Peursen zijn ze volop bezig met het vernieuwen van het complex. Op de tweede, derde divisie en de hoofdklasse na wordt er zaterdag weer volop gebekend. Want 23 september beginnen de overige klassen pas aan de competitie. In de voorbereiding maakte Streefkerk een prima indruk. De mannen van trainer Maarten van Gastelen wonnen de contactbokaal en de bekerwedstrijd uit tegen GSC ODS werd met 0-3 gewonnen. Streefkerk scoort veel en ook gemakkelijk. Daarom zullen de Streeflanders zaterdag hun uiterste best doen om ook de tweede bekerwedstrijd te winnen. Ook VWSC onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Martin Boverhof doet het prima. In de voorbereiding werd weliswaar in de contactbokaal verloren van Streefkerk. Maar daarna werd Ameide verslagen en wisten de putbewoners ook uit gelijk te spelen tegen tweede klasse SV Meerkerk. Afgelopen zaterdag werd er thuis de bekerwedstrijd tegen Sliedrecht 2 met 3-1 gewonnen. Dus hopen we vanmiddag op een leuke en spannende bekerwedstrijd. En als het even kan ook droog weer. Zoals ik al in het begin van de uitzending zei, komen we ook nog even terug op de bekerwedstrijd LSC SV Nieuw Utrecht. Die met 8-4 werd gewonnen door LSC. De uitslag had ook nog veel hoger kunnen zijn als er niet zo slordig met de kansen was omgesprongen. Trainer Koen Jansen was niet helemaal tevreden na afloop, want in de slotfase gaf LSC door concentratieverlies onnodig nog 3 doelpunten weg. Wij laten u nog enkele doelpunten zien. Ja, beste kijkers, het zit er weer op. Komt zaterdag in grote getalen naar Sportpark Streeveland om hopelijk van een leuke wedstrijd te genieten. Bent u helaas verhinderd? Geen probleem, want vanaf zaterdagavond kunt u een videosamenvatting zien van de wedstrijd op sokkerreporter.nl en regiovoer.nl. Bedankt voor het kijken en tot ziens.